Hallo en welkom bij Sets Video's. Vandaag starten wij een nieuwe serie genaamd Vraag en Antwoord. Vandaag is de vraag, hoe maak je een Minecraft server? Nou ja, dit is eigenlijk heel makkelijk als je helemaal weet hoe het werkt. Maar het is moeilijker als je niet weet hoe het werkt. Daarom ga ik jullie het nu laten zien. Je hebt een paar stappen. Als eerst moeten we natuurlijk alle benodigdheden downloaden. En je gaat naar internet en dan start hij op. Ik heb even een nieuw account gemaakt, zoals jullie zien helemaal leeg. Sommige dingen sturen nog niet helemaal. Je gaat naar bucket.org. Zo. Dan kom je op deze site. Dan staat er Get Craft Bucket. Het is heel makkelijk. Je gaat naar Get Craft Bucket. Je komt hier. Er staat hier Download Craft Bucket. Last Recommend Build. Klik je op. Hier staat Craft Bucket Hupplepup Snapshot the Jar. Klik je op. Download je. Behouden. Die download, tegelijkertijd wel dat download, ik weet niet of het snel of sloom gaat, maak je een nieuwe map aan met Bucket Server. Je mag hem noemen zoals je wil, het is wat je wil. Daar ga je in, dan ga je weer naar internet. Je hebt die net gedownload, die sleep je erin. Dan heb je hier dus Craft Bucket Snapshot. Daaronder maak je een nieuwe en dan een tekstdocument. Die tekstdocument noem je Run. Daar ga je in en dan laat je dat even open. Dan ga je weer naar je internet toe, dus waar je gebleven was. Ga even weer naar de Craft Bucket site, 1 terug, Get Craft Bucket. Kom hier weer. Er staat hier een aparte code, waar ik zelf ook geen idee heb van wat het is. Ctrl-C, of nou ja, kopiëren. Dat is ook makkelijk, zo. Dan ga je daar weer even uit en plakken. Nu komt het een beetje tricky part. Je gaat naar bestand, doet opslaan als. Run, daarachter zit je .bat, B-A-T, geen hoofdletters, gewoon .bat. Als opslaan als doe je niet tekstdocument, maar alle bestanden. Dan sla je hem op, krijg je het goed is naast je dingetje, krijg je een run.bat. Dan klik je op. Dan start je server op, preparing spawn area. Dus nu heb je eigenlijk al je server. En even de nether wordt gespand. Even kijken, klaar. Je server zou het nu moeten doen, maar wat het is nog, je hebt in je server config file, die zit hier dacht ik, nee. Ik kan hem niet vinden. Ik denk dat dit hem dan is. Ja, dat is hem. Oké. Okay. Server properties, daar ga je heen, openen. Kan die openen, een programma uit de lijst selecteren, Cladblock. Dan open je hem dus met Cladblock. Kom je in deze server properties file? Nou, er staat hier level name, hoe wil je je wereld laten heten? Nou, we noemen hem Sens. Wereld. Ja, zo. Allow nether, dus of je de nether aan of uit wil hebben. Nou, standaard aan. De viewing distance kan maximaal tot 15 en minimaal, geen idee, nog nooit geprobeerd. Spawn monsters, of je monsters in je server wilt, ja of nee. Nou ja, dat is dus ook aan jou. Online mode. Wat dit is, dus als je dit op false zet, kunnen er ook gecrackte Minecraft dingen kunnen in jouw server. Dus mensen die het niet gekocht hebben en het gedownload hebben. Wij zetten hem altijd op true, want we hebben toch geen mensen die het niet gekocht hebben. Difficulty, dat is hoe moeilijk het is. Ik heb het nog nooit gebruikt. Game mode, 1 of 0, maar dat maakt niet echt uit. Dat kun je gewoon op 0 laten staan. Spawn animals, krijg je dieren. Maximaal aantal players. Wij hebben het meestal op 3, maar je kan het zoveel je wil doen. Server IP. Dit is een belangrijke. Als je dit wil weten, ga je naar je start. Typ je in CMD. Enter. Kom hier in User Sends Videos. Dat is gewoon jouw gebruikersnaam. Doe je IP config aan elkaar. Typ dat in. Krijg je heel wat cijfertjes. Je gaat naar boven. En kijkt, even kijken, wat is mijn IP? Nou, IP4 van de Ethernet adapter voor netwerkbrug, dat is hem niet. De Hamachi, dat is hem ook niet. Even kijken, het was de eerste wel. Oké, dat is dus 192.168.0.192. Hele makkelijke. Die voeg je hierin, dus 192.168.0.192. De poort standaard, gewoon op standaard laten. Player, vs player, dat is gewoon of je elkaar kan slaan. Level seed is je seed. Allow flight, die hebben wij meestal op true. En whitelist, nou ja, dat is
alles wat je hier moet doen, dat sla je op en ga je uit. Dan klik je erop. Dan kom je hier. Soms staat er nog could not, wat is het, iets met een port. Als dat gebeurt, dan moet je dus port forwarden. En ja. Dan ga je dus naar je server. Dan typ je je standaard IP in. Wacht even. 1.2.1.8.0.1. Dan kom je op jouw login site van je sitecom of wat je ook hebt. Soms is het in plaats van deze 0 is dat ook een 1. Of soms zelfs wel een 2. Je moet het even kijken hoe dat bij jou zit. Nou, hier typ je je wachtwoord in en je gebruiksnaam. Ligt eraan bij jou wat het is. Kan niks zijn, kan admin zijn, standaard. Je logt in. Bij alle dingen is het anders. We hebben een gaming router 2 van Sitecom. Het is bij iedereen denk ik anders. Je gaat altijd naar je firewall als je die hebt. En je port forwarding. Ik weet niet waaronder het staat bij jullie, maar zoek het maar even. Dan staat dit. Nou, wij hebben onze eigen servers al aanstaan. Die van mijn broertje en die van mij. Doe je hier name wat je wil. Server test. Je IP-adres. Dat is een belangrijke dus. Dat is van welke computers. 192.168.0.192. Dit is dus diegene die je op hebt geslagen in je server properties. Deze. Dan kom je bij de port. Dat is dus ook die in je server properties zijn. 25565. Als je die standaard hebt gelaten, is het gewoon 25565. Schedule, dat kan bij jullie anders zijn. Always, inbound filter, allow, always. Dan doe je enable, save. Minecraft server, conflict server test. Oké, okay. Wat het is, wij hebben er al een met 192 volgens mij, 182. Dus hij conflict nu, omdat hij... Maar wij hebben onze servers dus al staan. Dus wij hoeven dit niet te doen, maar jullie thuis wel. Als je dat eenmaal gedaan hebt, dan start je je server op. Dan kom je hier. Spanty, dan start je Minecraft op. Ik heb Minecraft nog niet hier. Even kijken, dat is dom. Nou, even kijken. Hoe ga ik dit doen? Ik download hem snel. Voor jullie is dat natuurlijk, jullie hebben hem al op je bureaublad staan. Zo. Beetje delay, maar dat maakt niet uit. Even downloaden, behouden, uitvoeren. Nou, je start dus je Minecraft op. Even kijken. Naam. Mijn wachtwoord. Download Minecraft, terwijl ik hem al gedownload heb. Maar dat maakt niet uit. Oh, wacht. Nu gaat hij natuurlijk ook de nieuwe 1.0.0 patch updaten. En dan zegt hij denk ik outdated server, maar dat gaan we zien. Even kijken. Nou, start op. Multiplayer. Dan ga je naar add server. Vul je servernaam in. En je 192.168.0.192. Er staat hier. Oh, ik kan er wel in. Geen idee. Oh ja, outdated server. Maar hij doet het wel, de server dus. Alleen ik heb een outdated. Dus voor 1.0.0 is hij nog niet. Als vrienden van je erop willen spelen, moet je niet dit IP invullen. Maar het IP wat van jou zelf is. En dat IP kan je vinden door naar Google te gaan. Dan in te typen bij Google My IP. Ik ga het voor jullie niet doen, want dan zien jullie mijn IP. Ik weet niet wat dat inhoudt precies. Gewoon op klikken, dan zie je je IP staan. Zo vast, dus iedereen random. Dan kunnen je vrienden er ook op. Zo maak je dus een bucket server voor 1.8 nog steeds. Bucket wordt binnenkort geüpdate voor, denk ik, voor 1.0.0. Maar nu nog niet. Hier zou die moeten komen staan. Even wachten. Hij heeft er geen zin in. Nou ja, daar komt in ieder geval zo snel mogelijk dan de nieuwe 1.0.0 update op. Ik maak nog een filmpje hoe je een standaard server maakt. Dus zonder bucket. Zodat je op 1.0.0 al wel online komt. Oh, daar komt hij al. Kijk voor 1.8.1. Dat is dus de laatste. De nieuwe komt eraan. Nou, dit was mijn eerste filmpje. Ik hoop dat jullie ervan geleerd hebben. De volgende filmpje komt eraan. Dus nou ja, ik zie jullie later.